Het is vandaag Wereld Parkinsonsdag en we hebben gesproken met dokter Henk Alberg. Hij is neuroloog hier op het AZP en heeft informatie verschaft met betrekking tot wat deze ziekte inhoudt en dat het niet alleen een ziekte is voor wat oudere mensen in onze gemeenschap. Het is van belang dat als je verschijnselen merkt, dat je contact opneemt met de huisarts en die zal je dan verder doorverwijzen naar de neuroloog. Wij voeren u terug naar dit gesprek. Met betrekking tot deze dag is ons doel geweest om toch wat meer voorlichting te geven, voornamelijk over de verschijnselen, de symptomen zoals deze ziekte zich manifesteert. En ook de behandeling natuurlijk. Medicamenteus, ja, maar dat weten een heleboel mensen al. Maar voornamelijk ook de paramedische behandeling zoals de fysiotherapeut, de logopedie en de ergotherapie. En hoe kan men ontdekken of weten wanneer ze dus een verschijnsel vertonen van Parkinson? Dat is meestal te zien. Eerst van de belangrijkste symptomen die mensen hebben, dat is beven, dat is het trillen. Als ze een glas water pakken, zeggen ze vaak op de polydokter, als ik mijn water wil drinken, dan begint het te morsen. En dan is het meestal de omgeving, moeder de vrouw die zegt, hey, je moet naar de dokter gaan, want je maakt het hele boel hier nat en zo. En dan begint het, ja. En als we het hebben over Parkinson, vanaf hoe oud zou eigenlijk zo iemand dus verschijnselen kunnen zien? Meestal treden de verschijnselen op tussen 50ste en 70ste levensjaar. Maar we hebben ook jonge mensen. 1 op de 40 van de patiënten krijgt voor hun 40ste jaar reeks symptomen van de ziekte van Parkinson. Dus het is niet alleen maar voor de oudere mensen, maar ook voor de jonge mensen. 1 op de 40 is jonger dan 40 jaar. En is het al bewezen hoe deze ziekte ontstaat bij personen? We weten wel wat die ziekte doet eigenlijk. Dat het de dopamine aanmaak verstoort. En ook de communicatie tussen de verschillende zenuwcellen. Doordat er een abnormaal eiwit zich gaat manifesteren in de hersenen en dat gaat de communicatie tussen die cellen verstoren. Maar waarom eigenlijk die dopamine verminderd wordt, dat weet men niet. Men weet wel in welk deel van de hersenen die vermindering plaats is. Dat is in het substantia nigra, de zwarte stof. Maar wat de oorzaak is, waarom het bij die persoon en bij een ander niet gebeurt, dat weet men eigenlijk niet. En waarom is het toch wel zo belangrijk dat we aandacht blijven besteden aan deze ziekte? Omdat we met deze ziekte de behandeling onder andere niet mensen beter kunnen maken. En we kunnen de ziekte ook niet afremmen. Maar we kunnen wel medicijnen geven om de dagelijkse verschijnselen wat milder te maken. Zodat die mensen beter door hun dagelijks leven kunnen komen. U heeft gesproken over fysiotherapie, dat het belangrijk is. Denkt u dat met die bewegingen, met die handelingen, dat het toch wel een beetje aan de hand van die bewegingen met medicatie toch wat gemakkelijker te leven wordt? Ja, dat denk ik wel. Zodat de mensen gaan opletten. Want er is ook bijvoorbeeld een houdingsstoornis, dat je niet weet hoe in welke houding je moet staan. Dat je evenwicht gestoord raakt. Maar dan is dat tijdens het doen van die fysiotherapie oefeningen, dan leer je kleine kneepjes om de houding en het evenwicht weer te kunnen corrigeren. Zijn er ook personen die bang zijn om voor de diagnose om te langskomen? Dat zou ik niet denken. Ik heb nog nooit mensen gehad die bang waren om de diagnose te vernemen. Nee, zeker niet. En heeft u toch nog een boodschap naar de gemeenschap toe met betrekking tot deze ziekte? Ja, de boodschap is dat eigenlijk mensen, zodra ze merken dat ze deze symptomen hebben, ze dat aan hun huisarts moeten melden. En de huisarts zal dan zeker hun verwijzen naar de neuroloog. En de duidelijke verwijzing of de duidelijke aanwijzingen dat je deze ziekte hebt, wat zijn die zo'n beetje? Dat is onder andere het beven, stijfheid, het langzamer bijvoorbeeld kunnen tanden poetsen, veel langzamer kunnen scheren, je hemd langzamer kunnen dichtknopen. Dat zijn allemaal van die dingetjes. Als je die symptomen hebt, moet je dat zeker melden aan de huisarts. En dan gaat bij hem het rode lampje branden en dan gaat hij verwijzen naar de neuroloog in AZP.